Welkom bij weer een nieuwe uitzending van Barne in Beeld. Mijn naam is Erna Binnendijk en naast mij zit mijn co-host Jaap Besteman. En vandaag hebben we te gast Tom Tammerveld. En Tom is van de Stichting Lokaal Fonds Barne. En die stichting die heeft een project opgezet om mensen te stimuleren om de twee bijdragen van 190 euro die ze als energiecompensatie van het Rijk krijgen, om die te storten ten behoeve van mensen die het op dit moment moeilijk hebben. En vertel daar eens over, hoe is dat initiatief ontstaan? Nou, dat initiatief is eigenlijk een gezamenlijk initiatief, om heel eerlijk te zijn. Wij zaten in vergadering met het Lokaal Fonds Borne. En wij bestaan nu zo'n 2 jaar. En we richten op ons sociale projecten binnen de gemeente Borne en leuke initiatieven vanuit de buurten. Maar toen zeiden we tegen elkaar, het is toch eigenlijk te gek voor woorden. Wij krijgen 190 euro terug. Ik heb bijvoorbeeld zelf nog een vast energiecontract tot 2025. Dus dat is nog een hele tijd. Dus ik merkte helemaal niks van. Andere mensen en ik zeiden ook van, ja, weet je, qua inkomen heb je het ook niet nodig. Waarom zou je het dan niet aan een goed doel geven? En toen zeiden we, hoe zou het mooi zijn om dat binnen de gemeenschap te houden? Dus binnen Borne. Nou, toen zijn we aan brainstormen gegaan. Ik ben met Laura Rijmen van het Cultuurhuis. Die heeft vaak, daar komen heel veel dingen samen altijd. Die hebben ook hele leuke ideeën. En die zei van, oh, maar broer en zus Bartman zijn er ook mee bezig. Nou, ik zei, nou, direct contact gezocht met Nathalie en Ruben. En toen zijn we bij elkaar gaan zitten. Nou, en aldoende kwam het idee op. En nou, zo is het eigenlijk geboren. Maar, en toen zeiden we van, we beginnen gewoon. Mm-hmm. En we zien wel waar we uitkomen. Ja. Want als je eerst alles voor elkaar moet hebben, ja, dan ben je 3 weken verder en dan hoeven we het niet meer. Oh, ja. Dus we zijn op vrijdag begonnen te praten met elkaar. En op maandag zijn we begonnen met de actie. Ja. En dan is daar ook noodfonds bij betrokken. Ja, er zijn meerdere partijen bij, er is nog een partij bij betrokken. Want op die maandag dat we wouden starten, kwamen we erachter dat het noodfonds ook eenzelfde actie wou doen. Okay. En toen zeiden we, ja, dat is natuurlijk te gek. We moeten niet de concurrenten van elkaar worden. We moeten goede afspraken maken en dan moeten we het samen doen. En dat is veel krachtiger. Maar dat je het blijgeven Borne gaat noemen, dat komt bij Nathalie en bij Ruben vandaan. Ja, vast. Ja. Ja, dat lijkt maar me echt nou, en bij en ook van Laura trouwens. Oh ja, die, Laura kan dat ook. Ja, Laura die kan dat prima. Prima, ja. Ja, ze heeft nou geven wat je blij van. Ja, dus het klopt. Wordt blijgevig, ja. Borne. En het slaat aan. En het slaat aan, ja, absoluut. Wij krijgen elke dag dotaties binnen. En er is op dit moment zo'n kleine 15.000 euro binnen. Nou, dat gaat zeer voorspoedig. Mooi. Ja, en het eerste deel hebben we al uitgekeerd. Mm. Samen met het noodfonds. Oké. Okay. Ja, want ik vroeg me een beetje af van, hoe kom je nou bij de mensen die dat dus ook echt nodig hebben? Van de week kwam ik iemand tegen, een statushouder. Want die geven wij dan een beetje Nederlandse les. En die jongen zegt, ja, maar wij zitten thuis al van 's morgens 9 tot 's avonds 1:30 zitten we in de winterjas. Houden we aan. Want anders hebben we het veel te koud. En hoe kom je nou bij die mensen terecht? Want die hebben dus echt nood. Die hebben dus echt hulp nodig op een of andere manier. Nou, een hele grote groep is bekend bij diverse instanties. En dan denk ik aan voedselbanken, wijkkracht en dat soort dingen meer. Nou, afgelopen zaterdag hebben wij met het noodfonds hebben wij alle gezinnen die van de voedselbank gebruik maken, hebben wij bezocht. Ja, wij niet, maar het noodfonds met Pietjes erbij. En die hebben de bonnen overhandigd. En dat was een bon voor de supermarkt en een bon voor, nou ja, een paar schoenen kopen of wat ze ermee willen doen voor gezamenlijk 100 euro. Dus de eerste 70 gezinnen hebben we al kunnen bereiken. De tweede is wat lastiger, want die zijn niet zo in beeld. Maar er zijn ook nog wel instanties waar ze in beeld zijn. Bijvoorbeeld wijkkracht. Die komen bij de mensen thuis.
En die weten vaak wel wie het wel en wie het niet nodig hebben. Dat mogen ze overigens niet aan ons doorgeven. Uiteraard niet in de wet van de privacy. Met de wet van de, op de privacy. Maar ze kunnen mensen wel een formulier laten invullen. En vragen of ze dat formulier aan ons mogen geven. Nou, als dat zo is en er is voor getekend, dan hebben wij nieuwe adressen. En dan kunnen we tegen die mensen zeggen van, je kunt een pas ophalen. En nou ja, dat zou eventueel kunnen bij het cultuurhuis of ook in het sociaalhuis. Maar daar zijn we nog over in gesprek. Dat zijn de laatste eindjes die we nog aan elkaar moeten knuppen. Maar of Wijkracht heeft gewoon een stel passen dat ze denken van, nou ja, dus het is hartstikke goed. We noteren even een naam aan wie we het gegeven hebben en we geven ook een pas. Dat is geen probleem. Maar kunnen ook mensen bijvoorbeeld die echt zeggen van, nou, ik wil een tegemoetkoming in mijn energielasten. Kunnen die dan met een bedrag vragen of hoe doen ze dat? Kan dat? Nou, wat ze eventueel kunnen doen, of wat ze kunnen doen, en dat, daar zijn afspraken over, die kunnen zich melden bij het sociaal huis. Oké. Ja. En in het sociaal huis wordt er samen met hen het aanvraagformulier ingevuld. Oh ja. En het voordeel daarvan is dat mensen dan ook kunnen zien of ze van de voorzieningen die Borne kent, of ze daar wel voldoende gebruik van maken. Ja. Ja. Dus het mes snijdt dan aan twee kanten. Ja. De gemeente Borne heeft beter in beeld wie er behoefte heeft aan voorzieningen. En de mensen krijgen meer voorzieningen. Mm. Nou, als bijkomend voordeel dat wij naam en adres hebben, met akkoord natuurlijk, om zeg maar een tegoedbon te geven. Mag je het ook niet zo een beetje bekijken in de zin van, is het niet eigenlijk de taak van de gemeente om, en dan vooral van de sociale domein, om te kijken van, want die hebben in beeld al jaren welke mensen het heel krap hebben, welke mensen statushouder zijn en dus op dit moment erg moeilijk komen te zitten. En die hebben ook regelmatig gezegd, iedereen willen wij aan boord houden en niemand mag buiten de boot vallen. Dat hebben ze regelmatig gezegd. En toch is het nodig om dit soort fondsen op te roepen en mee aan het werk te gaan. Ja, je hebt altijd mensen die net buiten de criteria vallen. Ik bedoel, als je binnen de 120% valt van het minimum, dan zijn er een heleboel voorzieningen waar je een beroep op kunt doen. Alleen, als je 130% hebt van het minimum, kun je niet op al die voorzieningen aanspraak maken. En dan loop je dik het risico dat je minder hebt dan degene met 120% van het minimum, met al die toeslagen en voorzieningen en nou ja, noem maar op. Nou, dat is ook een doelgroep die wij hopen te bereiken. Dus die kunnen zich gewoon melden in het gemeentehuis, sociaal huis. Daar worden ze echt best discreet behandeld. Dan worden wij op de hoogte gesteld, mits zij daarmee akkoord gaan natuurlijk. Mm-hmm. Worden wij op de hoogte gesteld van, dat zij graag in aanmerking willen komen. Oh, ja. Dus zo kan dat. Je hebt dan natuurlijk ook nog de groep mensen die last hebben van de zogenaamde armoedeschaamte. Ja. Die wel, of die liever gezegd, die eigenlijk niet meer rondkomen, maar die zich absoluut niet durven te melden. En zien jullie daar nog mogelijkheden om juist die groep te bereiken? Nou, ze kunnen altijd een aanvraagformulier in het sociaal huis ophalen. En zeggen dat ze het invullen en dan op het formulier maar een verhaal zetten. Maar ze doen zichzelf het meeste plezier als ze gewoon de intake ook doen. Want dan weten ze zeker waar ze wel en waar ze niet voor in aanmerking komen. Bovenop, nou ja, dit duwtje in de rug. Want zo moet je het eigenlijk ook een beetje zien, hè? Ja, een duwtje in de rug, wij lossen niks op. Je had het net over allerlei officiële instanties waar de formulieren liggen. Maar hebben jullie ook al gedacht om ze eens neer te leggen bij bijvoorbeeld de alternatieve voedselbank, het Dream Team, of bij de mensen van de verjaardagsbordbanen? Die zijn volledig betrokken. Die zijn allemaal al betrokken? Ja, die zijn volledig betrokken. En maar daar liggen ook de formulieren? Sterker nog, de mensen die daar lopen zijn, als ik goed ben geïnformeerd, al voorzien van een bon. Dat is heel mooi. Ja. Ja. Dus dat is absoluut gedaan, is mij verzekerd. Dus het noodfonds heeft dus de adressen, want die werkt ook heel nauw samen met het Dream Team.
En die heeft op die zaterdagochtend de mensen die bij de voedselbank lopen en de mensen die bij hen in beeld zijn, een bezoek gebracht met, normaal gesproken doen ze dat elk jaar, met een boodschappentas met wat dingen erin, een banketletter en weet ik wat allemaal meer. En daar hebben wij de envelop toegevoegd. Hmm. Dus die zijn voorzien. Dus eigenlijk luidt de oproep, als mensen dit horen, van hey, om in aanmerking te komen voor een ondersteuning, dan moeten ze eigenlijk naar het sociaal huis en dan moeten ze zich laten intekenen om het gesprek aangaan. Om dan, dat is de beste manier om... Dat is de beste manier. Dat doen ze zichzelf het meeste plezier mee. Mm-hmm. Want dan weet je ook wat voor voorzieningen of er zijn. Stel dat er iemand komt en die zegt van, ja, ik zit al zwaar in de problemen, want ik heb al zoveel huurachterstand. Mm-hmm. En dit en dat en zus en zo. Dan heeft de gemeente ook nog een noodfonds. Dat gaat anders heten, want dan zijn we twee keer over het noodfonds. Maar dan kunnen mensen ook financiële begeleiding krijgen. Dan kunnen mensen een lening krijgen die ze misschien, als de energie wat goedkoper is, langzamerhand terug kunnen betalen. Dat heeft ook wel in de krant gestaan. En als je na 3 jaar niet in staat bent geweest om terug te betalen of maar gedeeltelijk, dan wordt het kwijtgescholden. Nou, weet je, dat soort voorzieningen zijn er ook. En daar kom je achter als je met de mensen in gesprek gaat. Ja. En dat gesprek, zou dat ook in het cultuurhuis kunnen? Of is dat sociaal huis, dat zit in de gemeente? In het gemeentehuis, ja. Dus dat moet je eerst via het ene loket naar het andere loket? Je kunt gewoon bij de, als je binnenkomt, kun je gewoon linksaf gaan. Dan kom je in het sociaal huis terecht. Okay. Dus je hoeft je niet te melden. Is dat de ruimte waar de politie heeft gezeten? Of, ja, nee, de politie zit er nog. Ja. Nee, dat is bij de bodems voor. En dan loop je er zo voor langs. Kijk, je moet voorkomen... Dit moeten we niet hebben natuurlijk. Nee, daarom juist. dit moet je niet hebben. Nee. Je moet eigenlijk meteen weten, oh ja, daar kan ik terecht. Ja. En daar wil ik meteen met zo'n formulier aan het werk. Precies. Juist. En het is, ik kan me voorstellen dat af en toe de schaamte voorbij is. Mm-hmm. En dat je iets je er overheen moet zetten. Ja. En wij moeten ervoor zorgen dat het niet stigmatiserend werkt. Als wij een uitgiftepunt zouden hebben en we zouden erboven zetten uitgiftepunt armoede passen, ja, dan komt er ook geen mens, denk ik. Maar wat dus we moeten dat wel heel discreet moeten we dat doen. Tuurlijk, we ons van bewust. Ja. En je moet even vertellen wat zo'n armoedepas is. Dat kan niet. Ik noem het als je dat benoemt als armoedepas, dan doe je het niet. Ze krijgen gewoon een tegemoetkomingspas. En daar zit een bepaald bedrag op? Daar zit een bepaald bedrag op. En dat kunnen ze besteden voor elektriciteit? Of dat kunnen ze besteden zoals ze dat zeggen? Nee, dat kunnen ze besteden bij de winkeliers in Borne. Oké. Okay. Dus het blijft binnen Borne. Oh ja. En bij de supermarkt in Borne. Ah. Dus hij is vergelijkbaar eigenlijk met de Boonse cadeaupas? Ja. Ja. Zoiets. Oké. Okay. Ja, op zich is dat wel handig, want dan kunnen ze het geld wat ze dan niet aan de energie kwijt zouden zijn, dan kunnen ze nu, hebben ze dat extraatje om andere dingen van te doen inderdaad. Ja, precies. Ja. Hè? Ik bedoel, het zijn dure maanden. En of december is natuurlijk een dure maand. En je kunt daarmee doen wat je wil. Wil je iets leuks en gezelligs doen voor bij de kerst? Ja, dan doe je dat eens even. Nou, dan hebben we echt een keer met de kerst hartstikke leuk. Hm. Nou, en dan ga je er iets leuks voor doen. Dan ga je een cadeautje voor de kinderen erbij kopen. Nou, daar bemoeien we ons niet mee. Nee. Mensen regelen het maar. Ja. En als ze er maar blij van worden. Mm-hmm. Maar je krijgt natuurlijk wel een beeld van mensen die eigenlijk... die halen zo'n pas op, omdat dat gewoon nodig is. Maar die hebben eigenlijk nog meer zorgen. En er zou eigenlijk een traject achter moeten zitten om ze verder te helpen. Of... Dat soort constateringen doen jullie niet. Jawel. Nou, wij niet. Nee. Maar daarom zeggen we ook van, doe het nou via het sociaal huis. Want daar kan het gedetecteerd worden. Ja. En daar kan het ontdekt worden. En daar kun je misschien verder geholpen worden. Helemaal goed. Ik heb nog een vraag over Hart voor Borne. Wat is dat dan? Hart voor Borne. Dat is dan ook een soort... Een lokaal fondsactiviteit? Nee, het is geen lokaal fondsactiviteit. Nee? Nee. Want daar zijn bijvoorbeeld wijkcentra of alle mogelijke deelgebieden waar dan jullie wel geld voor willen meegeven aan
projecten die ze willen uitvoeren rondom cultuur of rondom... Ja. Ja, het, zeg maar, het Lokaal Fonds Borne. Ja. Nou, wij denken eraan om dat om te katten naar Norbert Fonds Borne. Ja. Klinkt wat beter, vind ik. Want het past ook een beetje beter bij datgene wat wij doen. Wij willen mensen met kennis en met middelen. Maar die zijn bij ons zeer beperkt. Want we zijn nog in gesprek met de gemeente over hoe we dat het beste kunnen doen. Maar wij proberen mensen met kennis en middelen leuke initiatieven voor de buurt verder te laten ontwikkelen. En wij werken ook aan kennisverbreding door bijvoorbeeld, als je iets leuks vindt, hoe zet ik dan een crowdfundingsactie op? En dat soort dingen doen wij. We zijn betrokken bij, het watermachientje. Sorry. We zijn betrokken geweest bij het watermachientje. En daar hebben we wat expertise geleverd in verband met de leadersubsidie. Die daar een beetje moeilijk kwam te liggen. Nou, dat proces is vlot getrokken. Dus we kunnen nu weer verder met een fris bestuur. En daar, op zo'n manier leveren wij dan een bijdrage. Het hospice. Oh ja, hebben we ook meegesproken. Oh ja. Kijk, we hebben geen zak met geld dat we zeggen van... We hebben wel een ton voor over, alsjeblieft. Wij beschikken over een paar duizend euro. Ja, ja. En dat is alles. En we hebben een paar duizend euro kosten per jaar. Nou ja, je merkt gewoon dat bijvoorbeeld... wij zitten hier in het wijkcentrum De Letterbak. En dat is ook zo'n wijkcentrum. Ja, die wil het een en ander organiseren. Die is na de coronatijd probeert ze een aantal dingen op te starten. Dat gaat gewoon moeilijk. En dan blijkt al dat 50 euro, dat is dan al een probleem. Ook vanuit de gemeente, vanuit participatie. Dat lukt allemaal niet, want het is allemaal afgeschaft. Dus het moet allemaal ergens opnieuw opgestart worden, hoorden wij vanmorgen. Maar daar willen jullie... Is dat dan ook, zijn dat ook projecten waar jullie van zeggen... Nou, daar willen wij wel over nadenken. Of daar willen wij wel kunnen, in... Wij kunnen daarover nadenken. Dat wat je net aangeeft, dat is een mooi voorbeeld van... dat soort dingen zijn subsidies voor te regelen. Dat klopt. Bijvoorbeeld, bij de provincie kun je een sociale hypotheek aanvragen. 5.000 euro kun je zo indienen. Kun je nu nog dit jaar indienen, maar begin volgend jaar wordt het weer opengezet. Kun je zo aanvragen. Nou, wij beschikken over... redelijk, ik zeg niet alle kennis, maar redelijk wat kennis over hoe je aan subsidies kunt komen. En we hebben daar ook wel een beetje inzicht in. Dus we kunnen mensen wel op het goede spoor zetten daarin. Jullie doen goed werk. Het is een klein groepje eigenlijk. Het is een klein groepje. Dit initiatief Blijgever Borne is door particulieren en door het Lokaal Fonds Borne samen opgezet. En met het Noodfonds Borne, moet ik zeggen. En dat is een prima samenwerking. En zo zien we in de toekomst de samenwerkingen ook. Ik bedoel, wij zijn heus niet te groot om alles alleen te doen. Alsjeblieft niet. Laten we in godsnaam samenwerken. Dat is veel beter. Ja. Nou, ik zou zeggen, dit is een mooi statement om ons gesprek mee te beëindigen. Ton, heel erg bedankt. En ik hoop dat jullie actie nog veel meer succes gaat hebben. Dat mensen ook gaan doneren. Wij zullen op onze website ook het bankrekeningnummer gaan vermelden. En hopelijk dat ook de mensen die het nodig hebben... zich durven te gaan melden bij Sociaal Huis en bij Wijkraad. Ja, dat hoop ik zeker. Dat is heel... Echt, dat is essentieel. Dat is essentieel. Ik bedoel, dus het gaat ons niet om aan het einde een paar duizend euro over te houden. We geven het liefst alles uit. Dat iedereen voor de kerst nog even probeert om iets moois te kunnen Precies. doen. Precies. Ja. Dus en de pot is natuurlijk een keer op. Maar ja, dat zullen we dan ook aangeven. Op websites, op Borne Boeit en dat soort dingen. Heel erg bedankt. Bedankt. Jaap, ook bedankt. Ja. En dit was het dan weer voor deze aflevering. Hopelijk dat u ook de volgende keer weer kijkt. Tot ziens. Borne in Beeld brengt het grote en kleine nieuws uit Borne. Wij zijn te vinden op radio, televisie, internet en social media. Voor meer informatie kijk dan op borneinbeeld.nl.